Net als vorig seizoen doet Jong FC Groningen het weer goed in de belofte Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukien staat op de tweede plaats achter koploper PSV. Een van de opvallende spelers bij de belofte dit seizoen is Noray Mamedov. Dat was vorig jaar wel anders. Mamedov moest tijdelijk een stap terug doen en ging voetballen bij de belofte van BV Veendam. Toen de ploeg van Dick Lukien. Voor de winterstop werd ik gebeld door Peter Jaltema, hoofdopleiding van FC Groningen. En die zei van, ik heb een speler die eigenlijk toe is aan een nieuwe impuls in zijn carrière. En zou jij ermee aan de slag willen? Toen kwam ik daar aan. En toen had ik gelijk een gesprek met Dick Lukien, de trainer. En die vertelde gelijk wat hij van me vond. Ja, het was wel een mannetje. Zo gedroeg hij zich ook in het veld. Hij had overal commentaar al. Hij was met iedereen bezig. Scheidsrechter, medespelers. Dus daar zag ik wel uitdagingen in. Want lastige jongens, die kunnen je ook een hoop teruggeven. Lukien wist Mamedov duidelijk te maken dat hij altijd eerst naar zichzelf moet kijken. Toen ik bij Veendam kwam, werd ik eigenlijk met beide benen op de grond gezet. Dat het niet allemaal zo vanzelf gaat, dat je heel veel dingen om je heen nodig hebt. De trainers, de mensen, alles, sporters, je hebt alles om je heen nodig. En dat begreep ik toen ik bij Veendam kwam en daar ben ik mee bezig gegaan. Het gaat nu uiteindelijk veel beter. Ja, het is een gouden jongen om mee te werken. Het is gewoon een goede speler. Die op alle posities voorin naar de voeten kan. Hij moet zich ontwikkelen, want ik vind hem nog, hij is nog iets te onbeheerst in de afronding. Maar daar waar Noray is, gebeurt altijd iets op het veld. Hij creëert heel veel kansen. Dus het is een goede jongen om mee te werken. Maar het is ook een gouden kracht voor je team. Afgelopen zomer volgde Lukien Erwin van der Looy op als trainer van Jong FC Groningen. Bij de belofte van de FC heeft hij opnieuw Mamedov onder zijn hoede. Het was wel een punt voor mij om hier ook terug te komen. Ik zou denk ik sowieso wel terugkomen. Alleen toen ik hoorde dat hij hier trainer werd, toen wist ik het gelijk. Toen heb ik ook gelijk gezegd van het is geen... Het is geen question voor mij. Ik doe het gewoon. Ik ga met hem mee, want hij bevalt me als trainer. Het klinkt gewoon en ik ben blij dat ik met hem weer kan samenwerken. Om ervaring op te doen speelt Mamedov in elk geval tot en met december ook voor Cambuur Leeuwarden in de Jupiler League. Dat dankzij de samenwerking die FC Groningen met Cambuur heeft. Het verzoek kwam van Cambuur. We hebben gezegd van het Groningen zijn, daar willen wij best aan meewerken. Alleen we hebben ook gezegd van willen dat hij hier blijft trainen, omdat hij moet zich ontwikkelen. Dus je moet hele trainingsprogramma's afwerken, dus daarom houden we hem ook hier. Alleen ik denk wel, en dat denk ik persoonlijk, denk de club ook trouwens, dat het spelen op Jupiler League niveau, dat kan best een impuls geven aan je carrière weer. Trainers die zien blijkbaar nog niet de potentie om in eerste te kunnen spelen dit jaar. Er zijn natuurlijk heel veel goede spitsen voor in dit jaar. En als ze van bovenaf te horen krijgt dat ze het misschien wel in je zin zitten, maar nu nog niet. Dan moet je die stap gewoon maken, moet je niet omheen gaan draaien. Moet je die stap gewoon maken, want het is wel natuurlijk een mooie competitie om je te ontwikkelen als jonge speler. Begin september maakte Mamedov zijn officieuze debuut in het eerste van FC Groningen tijdens het oefenduel tegen KV Mechelen. De vraag is nu wanneer hij zijn officiële debuut gaat maken. Ja, dat moeten we zien. Hij is hard aan het werk. Ik zeg altijd maar, je bent je aan het ontwikkelen. Dat doe je een jaar lang en aan het eind van het jaar zie je waar dat gaat eindigen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Na de winterstop hoop ik toch, het klinkt misschien arrogant of wat dan ook, maar ik heb gewoon vertrouwen in mezelf. En ik hoop gewoon na de winterstop mijn debuut in het eerste te maken in een officiële wedstrijd. Want in hoeveel wedstrijden heb ik het al gemaakt? Ja. Nu nog officiële wedstrijd.